Kijk eens wat we hebben. Deze hele mooie Skeledurgy EX box. Met daarin deze dikke Jumbo kaart. Drie hele mooie promo kaartjes van de volledige evolutielijn. Super vet. En uiteraard zijn ze allemaal shiny. En dit is echt super vet. Je krijgt er dus een houder bij waar je ze in kan zetten. Ik bedoel, hoe vet is dit? Dit zit dus allemaal in die doos. En deze doos heb je dus ook van Quackquaffle en van Meowscarada. En natuurlijk hebben we ook weer 8 pakjes. Wel, DM Fates heeft echt onwijs goede pull rates. Je maakt heel veel kans op hele dikke, vette, shiny Pokémon. En natuurlijk op full arts. We gaan even kijken wat we hierin hebben, jongens. De Moonlit Hill, Verroompy, Iono. Oké, we beginnen even normaal. Let's go, daar gaan we. Met Maractus, Gimmighoul, Scraggy, Flittle, Kyluatrell, Clive, Curlia, Raichu, Lapras. Oeh, en de eerste pool is een Fortress EX. Let's go. Daar gaan we, jongens. Deze is dan weer niet shiny. In shiny variant is die goud. Die is echt heel dik. Maar dit vind ik ook al nice. Let's go. Vergeet trouwens niet even om je duimpje omhoog te doen als je van Pokémon houdt. En laat even een leuke reactie achter met wat jouw favoriete pool is. Welke mooie kaart heb jij al gepoeld in deze serie? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie pools met deze set. We hebben de Globobbles. Oh, en gelijk nog een pooletje. Een Toadscrew EX. Daar gaan we in ieder geval lekker mee met die EX'jes. En nu hopen dat we een shiny gaan vinden. Het volgende pakje. We gaan lekker tot nu toe. We hebben best wel lekkere poeltjes. We hebben nu een Woobat, Electric Generated Technical Machine, Charmeleon. Op deze plek kan altijd al wat goed zitten. Er zit nu nog niks goed. Het is een Kyluatrell. Dan hebben we hier de Magmar. En als laatste... Oh! De Paldean Student. En deze had ik laatst in een short gevonden. Dus we hebben ze nu gewoon allebei. Kijk even wat een mooi kaartje. Deze is zo cool. Ja, heel vet. Heel blij mee. En we zijn pas op de helft. Kijk deze video ook echt even tot het einde. Want aan het einde laat ik al mijn pools zien die ik tot nu toe heb gevonden in deze set. En dat zijn best wel veel mooie kaarten, jongens. Dus hou het in de gaten. Blijf kijken. We hebben nu een Raichu. Dan een Lapras Reverse. En oké, dit kan niet altijd feest zijn. Maar dit is pas het tweede pakje dat er niks in zit. We gaan nu naar Dondozo. Wat me wel opvalt is dat er meer dan 100 shiny Pokémon in deze set zitten en ik eigenlijk nog geen shiny Pokémon heb gevonden in deze video. Dat vind ik best wel apart. Wat hebben we nu? Hebben we hier dan misschien een shinytje in? Nee, we hebben nu Nemona, Chimecho, oh, en Charizard EX. We gaan zo lekker met die pools. Deze heb ik al een keer eerder gepoeld, maar hey, meer Charizard is meer beter. Ik vind het altijd goed om Charizard te poelen. Lekker zeg, en bijna elk pakje zit wel wat. Holy moly. Nog 2 pakjes te gaan. Want zo gaat het eigenlijk al de hele tijd met deze set. In bijna ieder pakje zit wel wat moois. En ik hoop nog wel even een shiny Pokémonnetje te vinden. Dat zou heel lekker zijn. We hebben er al een paar in andere video's. En daar is die hoor. De Veluza Baby Shiny. Ik snap niet waarom ze dit Baby Shiny noemen. Want het is helemaal geen baby Pokémon. Maar we hebben hier de Veluza. Heerlijk. Daar is dan de eerste normale shiny. Wat zit er nog achter? Het is een Woobat en een Celadurge. Woo, ook weer blij mee. En dan zijn we alweer bij het laatste pakje. Maar hierna laat ik dus nog al mijn goede pools zien uit deze set. De Paldean Fates set. We hebben hier een Natu, Donphan. Dus blijf vooral hangen, hè, jongens. Want ik wil die heel graag aan jullie laten zien. Hoppakee, nog eentje. Nog een shiny. Het is Toxtricity. Wat een sikke box is dit. Nou, weet je wat? Deze video is zo kort. We pakken ook gewoon even 4 pakjes uit deze Quackquaffle box. Kijk, daar zit ook weer zo'n houder in. En natuurlijk deze hele leuke shiny kaartjes. Ik vind Quaxly zo cool. Je ziet niet superveel verschil met de normale Quaxly. Maar wel net genoeg naar mijn mening. Dan hebben we hier Quaxwell. Ja, die lijkt wel best wel anders. De kleur van zijn poten is anders. De kleur van zijn veren zijn er denk ik op zijn kop. Hier begint wel meer aan te veranderen. En dan hebben we hier shiny Quackquaffle. En dat is dan wel voor mijn gevoel weer een stapje terug eigenlijk qua veranderingen. Ik moet ook eerlijk zeggen, Quackquaffle die viel me wel een beetje tegen hoor als Final Evolution. Laat even in de comments weten wat jij de leukste Final Evolution vond. Was het Meowscarada? Of Skeledurgy? Of toch Quackquaffle? Laat het weten in de comments. Wat ze flats. Ook weer een grote oversized kaart. En nog 1, 2, 3, 4 extra pakjes. Lekker zeg. Wat komt hier dan weer te voorschijn met Chimecho, Gastly, de Paldean Student, Barbootje, Whimsicott, Donphan
Electric Generator. Hier hebben we geen shiny. We hebben de Reverse Frigibax. Vind trouwens best wel een leuk kaartje. Was me niet eens eerder opgevallen. Kijk er nou staan bij die ijsbergen en zo. Dat is best wel cool. Oké, wat hebben we dan hier? Hebben we Mankey. En als laatste hebben we helemaal niks in het eerste pakkie. Ja, tot nu toe is Paldi en Fates wel echt heel erg baas. Hier hebben we de normale Frigibax. Ik verwacht eigenlijk dat er in dit pakje wel weer iets goeds zit, jongens. We gaan voor Nummel. En Scrafty. Swoobat die onderaan een boom hangt. Gengar, hele vette kaart blijft dit wel. Reverse is een Armourouge. De tweede reverse is een Ralts. En als laatst, kijk, we hebben weer een Espatra EX. Het is wel een pool. Het is wel een pool. Kom op, kom op, kom op. Gun nog even die shiny. Gun die shiny Pikachu. Of een shiny Vampy. Of een shiny Lapras. Ik weet niet of ze erin zitten allemaal. We gaan het zien. Zitten we al bij de reverse? Ik denk nu... Nemoma's backpack als reverse. En een Toadschool als reverse. En als laatste... De Great Tusk EX. En dit is wel even een EX'je die ik nog niet heb. Drie pakjes, weer twee pools, hè. En we hebben er nog één. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. We beginnen nu met een Daydenne. En een Noibat. En Chimeko. Gastly. Nestball. Grapploct. Oh, ik zit te spoilen. Weer de Electric Generator in reverse. Kyloetrel in reverse. En de laatste uit deze video is een Magmortar. Ja, dan is het nu tijd om al mijn Paldi en Fates pools te laten zien. En geloof me jongens, dat zijn er een hoop. We beginnen hier met Fortress EX. Als die shiny was, dan was die helemaal vet. Dan hadden we een gouden Pokémon. We hebben hier Toadscrew EX. Ook een leuke. De Espatra EX, die we inmiddels dus twee keer hebben gepoeld. Ik vind hem wel een beetje moeilijk te zien waar nou precies zijn hoofd is. Maar volgens mij zit hij hier. Anyway, de Great Tusk EX, die is wel heel erg vet. Vette Pokémon, heel cool. Leuk kaartje. Ja, en natuurlijk die Charizard EX. Hoe meer Charizards, hoe beter. Charizard zit zo'n beetje in elke set tegenwoordig. Omdat dat nou eenmaal de duurste kaarten zijn. Deze valt wel mee. We hebben nog een Charizard EX. En de Noivern EX. Die hebben we ook gepoeld. Wel een cool kaartje. En dan komen we bij de shinies aan, jongens. Hier zijn de shinies met Hoppip. Toch wel een van de leukste. En eentje waar ik heel veel herinneringen aan heb. Door mijn playthrough. Door mijn shiny only playthrough in Sword and Shield natuurlijk. En hier hebben we Smoliv Reverse. Ook een leuke. Hij ziet er niet zo heel goed meer uit. Niet echt heel erg lekker eetbaar. Maar dat maakt niet uit. Ik denk ook niet dat hij opgegeten wil worden. De Shiny Veluza. Best wel coole Pokémon. I like him. De Bexcalibur Shiny zie ik weinig verschil aan eigenlijk met de normale versie. Maar hey, coole Pokémon. Daar hebben we er nog één van. Toxtricity dan. Ja, die is volledig elektrisch geladen. Lekker shinytje. Palmo, die hebben we dus in de extra pakjes gepoeld. Heel erg lekker. De roze elektriciteits-Pokémon. Kadabra vind ik vet dat hij weer terug is. I like it. Ik ben blij dat ik een Kadabra Shiny Pokémon kaart heb. Tinkertuffy. Ja, ja. Die hebben we ook gepoeld. Het verschil is dat deze dus niet grijs is, maar bruin zijn hamer. Scissor. Love it. Scissor, een van de coolste Pokémon. Scyther, mijn favoriete Pokémon. Scissor ook heel cool. En vooral de shiny van Scissor is heel vet. Dan hebben we de gouden stofzuiger met Verumpy ook weer in die extra pakjes. Dan nog niet één. Niet twee, maar drie Full Art Gardevoir EX's. Ja, die krijg ik op een of andere manier heel vaak. Dat vinden ze leuk om mij deze te geven. De Nemona trainerkaart. Echt wel een van mijn favorietjes hoor. Heel leuk. De trainerkaarten uit deze set zijn sowieso heel cool. Want hier hebben we dus de ene Paldi in student. En daarna hebben we ook de andere Paldi in student gepoeld. Ik ben hier heel erg blij mee, want ik vind ze super leuk. Nou, dan hebben we nog de promokaarten met Mashiv Shiny, Fuecoco Shiny, Crocalor Shiny, de Full Art Skeleton. Dirty natuurlijk. De shiny Quaxly uit de extra doos die we hebben gehad. Quax, well. En ook Quaddy-le-le-le-le-le-quavel. Gekke dansende eend. De Wugtrio. De shiny natuurlijk hier in het midden met al die andere gekke Wugtrio's eromheen. Daar hebben we er ook weer twee van. En ja, dit is toch wel een hele coole promo kaart, hè. De shiny Mimikyu. Woehoe! Knal je duimpje omhoog voor deze Mimikyu. Abonneer als je van Nintendo en Pokémon houdt. En zie ik je bij de volgende. Mazzel!